zitten hier nu aan een recreatiegebied, het Kortbroek. Maar als je straks in de polder gaat, dan heb je daar de weidevogelgebieden, je hebt daar de bossen, je hebt de getijdengebieden. Ja, toch de moeite om het allemaal te bekijken. Ik ben razend benieuwd. Zullen we? Ja, we gaan. Een beetje stil zijn, maar de vogels kun je niet helemaal zien, dus ze blijven gemakkelijk wel zitten. En hier kan je dan beschut naar vogels kijken zonder hen te storen. Zonder ze te storen. Oh, een pracht van een wintertaling. Wintertaling, oh. Ja. En daar liggen de dorpen. Dus we willen hier een serieuze dijk, zodat dat water niet in de dorpen komt. Okay. Dat is de ringdijk, noemen we dat. Met een fietsautostrade aan de ene kant en bovenop wandelgelegenheid. Dit is ongelooflijk, Dirk. Ja, hè? Ja. Ja, we hebben dit pad trouwens speciaal ingericht met een soort van belevingselementen. Ah ja. Ja. Dat is nog tof. Ja. En dat zijn dan sporen van dieren. Dat zijn sporen van dieren. Heb je een idee welk dier? Ik weet niet, een of andere grote vogel? Reeën. Ah. Allee, reeën. Ja, ja, ze zitten hier massaal. Dus kijken. Ja, kom maar. Is goed. Oké. Okay. We zijn weg. Ah. Is het de meerkoet? Nee, het is niet de meerkoet. Het is niet de meerkoet. De koolmees. Maar we waren op zoek naar reeënsporen. Sporen, ja. Dit is een ideale plek, hè? Hier zou je ze kunnen vinden. En hier heb je ze ook. Hier. Ah, ja, 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 hier. Dat lijkt er inderdaad op. Yes. Yes. Wacht. Dat wilden we toch vinden, hè? Ja, voilà. Dirk, en waarom vind jij dat mensen eigenlijk naar dit stukje Vlaanderen moeten komen? Je vindt hier alles van overstromingsgebied, maar bovendien vind je hier 3, 4 verschillende biotopen totaal anders uitgewerkt. Allemaal binnen die 15 kilometer wandelen en fietsen die je kan doen. Er is heel veel diversiteit, hè? Ja, ja. Het is... En je kan wandelen en vissen en fietsen en ontdekken. Kom maar hier.